Yo mensen, ik ben Emery. En ik ben Danny. En ik ben Marvin. En we kijken weer naar een nieuwe aflevering van Exploring TV. Vandaag gaan we naar een kerk, maar we gaan niet alleen. Want we gaan namelijk met iemand die meegaat met ons. Ze heeft al vaker gevraagd dat ze een keer mee wou. Maar we hebben heel vaak tegen haar gezegd, nee, we willen dat niet. Maar ja, voor deze keer zien we het gewoon door de vingers. Dus we nemen er gewoon mee. Gaby. Hey. Hallo jongens, ik ga een dagje mee. Dat is niet gezellig. We zijn dus nu onderweg naar de verlaten locatie. We hebben deze keer een kerk uitgekozen. En Gaby gaat met ons mee, zoals je net al hebt gezien. Als je haar een lekkere chick vindt, in ieder geval al duimpjes omhoog. Wij vinden in ieder geval van wel. Danny ook zo. Maar het wordt gewoon kei en kei vet. We zijn dus aangekomen bij de locatie. En misschien vraag je jezelf af, hoezo gaat Gaby mee? Waarom zou die meegaan? Ja, nou, ik zal het je voor jezelf zeggen. Ik zal het gewoon laten zien zelfs. Ja, dat was even lekker, of niet? Nou gaan we in ieder geval even lopen naar de locatie. Want, ja, ik zeg het. Je zegt wel echt gewoon heel vaak, ze is wel lekker. Hè? Voor mij vind je gewoon een beetje leuk. Ja. Allebei wel, of niet, Danny? Ja, niks klagen, toch? Zoals je ziet zijn we aangekomen. En ik ben echt heel erg benieuwd wat ik meegemaakt heb. Ik ben benieuwd. We zijn dus binnen in de kerk nou, hoppa, en we staan al in de eerste kamer, maar daar staan al gewoon keiveel stoelen, kasten, alles staat er nog. Ik zit hier net op die tafel te kijken en kijk wat ik hier tegenkom. Echt gewoon, oude schilderijen. Hier iets met de Romeinen, iets, stroppriester, ik weet niet wat het is. Jezus. Wat zei je? Echt man, what the fuck man, wat doen ze vage tekeningen hier? In de kerk. Hoe komt dat hier? What the fuck? Hier staat gewoon echt een anders groen in, hè. Groot? Een kerk. En hoe vind je het nou hier in een simpele kerk? Nou, ik moet zeggen, eerst dacht ik er echt heel simpel over. Maar als je er echt eenmaal bent, dan voel je de spanning echt. Want het is hier gewoon echt donker. En ik zou hier echt niet lopen zonder lamp. En als je ziet hoe groot het hier is. En hoe je ziet hoe spullen achtergelaten zijn. Nee, ik doe die lamp aan. Spannend, hè? Nee, maar het ziet er echt wel echt heel gaaf uit. Sowieso om mee te maken, moet je hier echt gewoon zelf zijn. Dan pas krijg je daar gevoel. Emery die is er in één keer uitgenaaid. Wij staan hier met pikken donker. We hebben één telefoon die het nog doet. Fuck, waar is die gast heen, man? Wij lopen hier maar en staan hier in het donker. Ja hoor, daar zit hij dan. Ja, ik heb vandaag niet zo werk gedaan, pastoor. Niet zo werk. Ik heb vandaag gewoon een kuiken vermoord. Een kuiken, ik zag het gewoon. Nee, dat ging gewoon niet goed. Nee, dat was gewoon een grapje, man. We lopen hier gewoon weer terug de kerk in. En ik zag daar over die muur, ik zag in één keer echt zo'n witte lichtbal vliegen. What the fuck, wat is dat? Je ziet spoken, Danny. Jij ziet spoken, man. Maar ik zie spoken. Ja, jij ziet spoken. Zeker uit dat ik spoken zie of zo. Nou, ik sta hier dus nu met Gaby en we gaan daar heel even naar achter lopen. Kijken of we daar nog naar boven kunnen, naar het orgel. Ik hoop het wel, want het orgel, daar moeten we naartoe. Ik heb boven film, ik klem er anders van boven, het is dicht. Wat Marvin nou gaat doen? Dat is echt de ziekste. Vooral die duimpjes omhoog, want misschien gaat hij dan niet vaker zoiets doen. Ik ga hier proberen om naar boven te klimmen. We kunnen er niet komen en we willen het jullie toch wel laten zien. Dus ik ga hier naar boven proberen te klimmen. Ja. Hopen tot hij niet valt. Ja, dat is niet te hopen. Ja.
die is dus hier helemaal naar boven geklommen. Die zit nou even daar lekker. Hoe voelt hij daar boven? Marvin die is gewoon kei en kei gek. Ja, zoiets heb ik nog eigenlijk nooit mee, maar ik zou het zelf eigenlijk niet doen, want ik ben zelf niet zo'n lange man om dit te kunnen doen. Want ik kan er niet eens bovenbij. Dus wel respect voor Marvin. In ieder geval duimpjes omhoog. Jullie al van Danny hebben gehoord. Laat in de comment even weten hoe gek deze man is. En of jullie misschien nog iets gekkers weten. Ja. We gaan nu even Marvin de camera geven. En even de shots van boven laten zien. Ik ben hier net naar boven toe geklommen. En dit is ook wel echt super vet. We zagen net al een orgel beneden. Ik ga dus nu naar beneden en ik hoop dat ik het haal. Want het is nogal cool. Ik weet niet of jullie zien ze. Wow, het lukt het. Dat is wel echt super ziek. Dit is wel echt super ziek lijf, mijn ogen. Je kan zo niet. Je moet terug naar Je moet weer terug hoe je bent gegaan. A few moments later. Zit je lekker, Marvin? Lekker simuletje, Max. Marvin, zit je lekker? Nee, is goed. Je moet meer naar links. One eternity later. Oké, je staat nu goed. Je moet nu met je benen naar beneden. Ja, op de knie, op de knie. Ja. Die been laten zakken, dat je daar komt. Ietsje staan rustig, beneden. Rustig. De handen zetten los. Ja. Ja, dat is het eerste, ja. Ja. Netjes. Ik doe dat nooit meer. Leuk jongen, YouTube. Okay, ja. Die voet hier? Ja, moet je eerst laten. Ja, maar nou daar even vastpakken. Ja, maar ik kan niet waar ik daar niet naast moet pakken. Ja, kom maar. Ja, blij. Ja? Goed zo. Nou, kom naar mama. Okay, hij is weer beneden gelukkig. Onze mama hangt nou toch tegen de paal aan. Ja. Alleen. Hij is er. Dit was het. En dit is gewoon super vet wat hij gedaan heeft. Dit was het weer. Een super vette aflevering van Exploring TV. We hebben in de kerk veel meegemaakt. Gekke Marvin die hier eventjes aan de gang ging. Een stukje omhoog geklommen. Ja, hij is een stukje omhoog geklommen. Nou jongens, als jullie dit niet meer leuk genoeg vinden, dan weten wij het ook niet meer. In ieder geval voor Marvin, voor zijn gekke actie, de duimpjes omhoog. En als je nog een gekker iets weet, in de comments, gooi het er gewoon in. Laat het gewoon even weten. En, misschien doe ik het wel voor jullie. Ja, misschien doet hij het wel. Misschien is hij zo gek, hè? Marvin de acrobaat. Ja. Maar ja, we gaan dit afsluiten. Marvin heeft een handdoekje verdiend, want hij zweet zich echt hartstikke kapot. Nou, ik vond het echt super avontuur. Ik heb wel echt mijn pillen bij elkaar geknipt toen hij naar beneden ging. Want ik dacht, dit loopt gewoon echt niet goed af. Ja, we wisten ook niet of het goed afliep. Maar mensen, zoals ik net al heb gezegd, de duimpjes ervoor omhoog. Geet niet te liken. En geet niet te abonneren. En ik wil nog iets zeggen. Ja, Gaby wil jullie ook nog even een plaatje zeggen. Ik wil nog iets zeggen. Bedankt voor het kijken. En zoals jullie zien, ben ik er zonder prikkers vanaf gekomen. Ja. Dus ja, super fijn. Tot de nieuwe video. En tot de volgende keer. Hey, maar dan hebben we helemaal niet de goede plek uitgekozen. Want we hadden eigenlijk wel gehoopt dat ze vol met prikkers zat. Hey, yay! Ja, dat is wel leuk hoor.